Welkom op het YouTube-kanaal van het Koninklijk Atheneum Zelzaat. In deze lessenreeks leren jullie programmeren in Alice. Alice, in tegenstelling tot RoboMind en Sphero vorig jaar, zal je niet moeten programmeren in sequentiële vorm, dus opdracht na opdracht, maar zal je eerder objectgeoriënteerd moeten programmeren. Je kan in Alice een aantal 3D-objecten gaan toevoegen aan een virtuele wereld en je kan deze gaan animeren door die te programmeren. In tegenstelling tot RoboMind ga je ook niks zelf moeten intypen, want Alice werkt met een methodenbibliotheek waar je gewoon kunt klikken en slepen om je programma op te bouwen. Alice is gratis te downloaden, daarvoor ga je naar de website alice.org, dat is deze. Daar ga je een downloads tapje vinden waar je dan Alice 2.3 moet gaan halen. Nu, de Alice 2, als je daarop klikt, dan kom je op versie 2.4. Wij werken met versie 2.3, dus we gaan daarvoor het archief gaan openen, Alice 2 archief. En daarvoor, of hier vinden we de 2.3.5 voor PC, Mac of Linux afhankelijk, want je hebt. Als je op de downloadlink gaat klikken, dan krijg je een zipbestand. Die ga je natuurlijk opslaan. En dat bestand ga je unzippen ergens op je harde schijf. Bij mij zit dat bijvoorbeeld hier op mijn E-schijf. Daar heb ik het geunzipt. Ik heb mijn folder Alice 2.3 en daarin heb ik een applicatie, namelijk die Alice. Die applicatie moet ik openen. Je kan daar een snelkoppeling voor toevoegen, natuurlijk op je bureaublad, als je dat wenst. Laten we Alice eens openen. Alice begroet u natuurlijk, heeft als thema Alice in Wonderland, is ontworpen door de Carnegie Mellon University in Amerika en is volledig gratis ter beschikking. Zo. Alice opent standaard op het template, het schablonenblad, waarbij we de basis van onze 3D-wereld gaan openen. Hierbij kunnen we kiezen voor dirt, dus modder, gras, zand, sneeuw, ruimte of water. Ik ga voor het gemak gras, kan je kiezen, klik je openen of cancel als je dat wilt. Wens je dit venster niet te zien, dan kan je dat natuurlijk ook altijd afvinken, dan doet hij dit venster niet wanneer je Alice opstart natuurlijk. Wil je zelf even aan de slag gaan, zijn er een aantal tutorials, een aantal begeleide lessen van het programma zelf die je kan volgen, zodanig dat je het programma een beetje onder de knie krijgt. Recent Worlds, dit tabblad bevat de werelden die je zelf recentelijk hebt ontworpen en die Alice vindt op jouw harde schijf. Templates hebben we net besproken, de verschillende schablonen die als basis dient voor onze nieuwe programma's, onze nieuwe werelden. En Alice biedt op het tabblad Examples een aantal voorbeelden die we kunnen gaan gebruiken. Verder hebben we ook Textbook Worlds, in dit geval zijn er geen geïnstalleerd, of kunnen we op onze harde schijf een bepaald wereld openen. Die werelden van Alice die worden opgeslagen, die krijgen als extensie de A2W, Alice World Files. Dus als je een A2W bestand vindt op je harde schijf, dan is dat te openen met Alice. Laten we eventjes een voorbeeld pakken. Bijvoorbeeld hier de Amusement Park. Open. De wereld wordt nu geladen, wat wil dat zeggen? Dat alle objecten van die wereld opgeladen of ingeladen wordt en dat ons programmaomgeving de code gaat tonen. Het programma zelf bestaat uit 5 vensters die heel belangrijk zijn. We hebben hier 2 vensters en die kun je natuurlijk groter en kleiner maken als je dat wenst. En ook hier kun je de schermgrootte aanpassen. Eerst en vooral hebben we hier de object tree. Dit is eigenlijk een hiërarchische voorstelling van alle objecten die jouw wereld of die zich in jouw wereld bevinden. In dit geval, ons hoofdobject World bevat een Haunted House object, een Ground object, een Octopus object, een Skyrat object, enzovoort. Selecteer je hier een bepaald object, dan zie je onderaan in de methodevenster een overzicht van alle eigenschappen, methodes en functies van dat bepaald object. Wat die methodes en functies en eigenschappen precies zijn, dat leg ik later wel uit. Dan hebben we hierboven een klein venstertje waarin je eigenlijk een zicht hebt op je wereld, je Alice-wereld. Rechts daarvan een overzicht van de events of gebeurtenissen. Wanneer wordt een bepaalde actie uitgevoerd? Bijvoorbeeld wanneer hier in dit geval je de pijltjes toetsen gaat gebruiken, zal de camera bewegen. Als laatste heb je hier
een programmeeromgeving van de verschillende methodes en functies die je zelf programmeert of die je kan bekijken van de verschillende rides, van de verschillende objecten. Ook opnieuw daarover meer. We hebben hier ook een aantal knopjes, onder andere de knopje play. Klik je op play, dan zal de Alice-wereld worden opgestart en kan je eigenlijk je wereld gaan uitvoeren. Hier heb je de mogelijkheid om de snelheid aan te passen, wereld trager of sneller te laten uitvoeren. Je kan ook pauzeren, opnieuw afspelen, opnieuw opstarten of gaan stoppen. Laten we nu eventjes beginnen met een blanco canvas. Ik ga daarvoor een nieuwe wereld aanmaken, File New World. Ik kies voor het gemak het grasschabloon en dan krijg ik standaard een lege wereld. Nou, leeg is die niet helemaal. Want onze wereld krijgt standaard 3 objecten meegeleverd. Een camera zodanig dat we in onze wereld kunnen rondkijken. Een verlichting zodanig dat het niet pikdonker is in onze wereld. En ook een grondobject zodanig dat we een referentie hebben van waar onze objecten moeten gaan staan. 3 objecten krijg je dus bij elk nieuwe lege wereld meegeleverd. En kan je dus al gaan gebruiken als basis om je 3D-wereld op te gaan bouwen. Objecten toevoegen doen we door de groene Add Object knop. Vrij eenvoudig, je klikt daarop. Dan krijg je hier een vergrote versie van de wereldvenster. Dan krijg je alle objecten, alle 3D-objecten die je kan gebruiken om je 3D-wereld mee op te bouwen. Ik ga eventjes de Animal categorie openen. En dan zie je binnen die categorie allerhande dieren die je kunt gebruiken om je wereld mee te bevolken. Er zijn ook een aantal onderverdelingen, zoals in dit geval hier insecten en dinosauriërs. Maar opnieuw, ja, dan hoef je maar eventjes zelf te gaan kijken hoe wat je precies wilt gaan doen. Ik ga eventjes terugkeren via die breadcrumbs naar de top van mijn bibliotheek, van mijn objectenbibliotheek. En opnieuw ga ik bijvoorbeeld hier een konijntje toevoegen. Nu, ik kan een konijntje toevoegen op 2 manieren. Ik kan 1 keer klikken op dit object en dan vraagt Alice wat ik precies wil doen. Ik krijg wat informatie over dit object, hoe groot, welke impact dat heeft op de grootte van mijn wereld, wie dat die gemaakt heeft en zo verder en uit hoeveel delen dat die bestaat. Eens ik klaar ben, kan ik kiezen om een instantie van de klasse Bunny toe te voegen aan mijn wereld en dan gaat Alice een object maken, een instantie van die klasse maken en zetten die mooi in het midden van mijn wereld. Ik ga dat eventjes later doen. Wil ik een ander object toevoegen, bijvoorbeeld hier een everzwijn, dan kan dat op dezelfde manier. Ik kan daarop klikken, maar een andere mogelijkheid is dat je gewoon de muisaanwijzer klikt op de klasse en sleept naar de omgeving. En dan zie je eigenlijk een geel wireframe, een box eigenlijk, die het object zal bevatten. En dan kan je zelf gaan bepalen waar op die wereld dat object wordt toegevoegd. Opnieuw, het object wordt aan onze Alice-wereld toegevoegd. Je ziet ondertussen de object tree die aangevuld wordt met die objecten. Dus naast de cameraverlichting en grondobject hebben we nu ook een bunny-object en een everzwijn-object. Die objecten natuurlijk, telkens als je die aanduidt, die worden geselecteerd door die wireframe box, het geel kadertje die er rond wordt gebouwd. Je ziet ook het X, Y en Z as, zodanig dat je ongeveer een idee kunt hebben van wat vooruit is voor die beesten of voor die objecten. En wat achteruit is, boven, onder en zo verder. Verder zie je ook dat Bunny en Boar, dat die alle twee een plus hebben voor de objectnaam, daar kan je op klikken. Herinner je, ons konijntje die bestond daar straks uit 13 objecten. En dat zie je als je zo een klasse toevoegt, 13 objecten. Wel, als je op het plusje klikt, dan ga je eigenlijk het object gaan opsplitsen in deelobjecten. In dit geval bestaat Bunny object uit een rechterbeen, linkerbeen, bovenlichaam en een staart. Bovenlichaam bestaat op zijn beurt terug met een rechterarm en een linkerarm en een hoofd. Het hoofd bestaat op zijn beurt weer uit een rechteroor, een linkeroor en de snorhaar. Uit hoe meer deelobjecten je hoofdobject bestaat, hoe gemakkelijker het wordt om deze realistisch te gaan animeren. Als je object maar uit 1 blok bestaat, dan kan je die natuurlijk niet laten stappen. Dus het is
eigenlijk belangrijk om zoveel mogelijk te werken met objecten die uit heel wat deelobjecten bestaan. Ook ons evenzwijn die bestaat uit een aantal zaken, voorbeen, achterbeen enzovoort enzovoort. Dus je kan elk object hier gaan opsplitsen. De evenzwijn die bestaat ook uit 13 objecten, uit 13 delen. Dus dat zal ook goed, een goede kandidaat zijn om te animeren. Merk op, telkens ik hier in de object tree een ander object ga aanduiden, dan krijg ik andere methodes, functies en eigenschappen te zien, namelijk de eigenschappen van het object die hierboven geselecteerd is. Over die methode gaan we natuurlijk later meer gaan praten. Wat we nu nog eventjes gaan zien is de besturing van de camera. Belangrijk is dat je in je wereld natuurlijk kunt rondkijken. Zeker als je een grote complexe wereld wil aanmaken, is dat heel erg belangrijk. Daarvoor biedt Alice ons deze drie eigenaardige, nogal in het begin lastig te gebruiken, controls om de camera aan te sturen. Het eerste kruisje hier, dat is om de camera omhoog, omlaag, links en rechts te gaan verplaatsen. De oriëntatie, dus de richting waarin je camera aan het kijken is, verandert niet. Hoe doe je dat? Wel, je klikt hier op het midden van dit kruisje en als je je muisaanwijzer beweegt terwijl je de linkermuisknop induwt, dan beweegt je camera eigenlijk in de Alice-wereld. Dus belangrijk is dat je de linkerknop ingeduwd houdt en hoe verder dat je gaat, hoe sneller dat je camera natuurlijk beweegt. Vergeet niet dat je steeds ook een knop undo hebt, dan keer je eigenlijk terug naar de vorige situatie. Je maakt de laatste bewerking ongedaan. Het tweede kruisje dient eigenlijk voor de oriëntatie van onze camera aan te passen. Daarmee kunnen we inzoomen, daarmee gaat de camera vooruit bewegen. Kunnen we uitzoomen, gaat de camera achteruit. En dan kunnen we de camera links en rechts roteren. Dat wil zeggen, ik draai naar links of ik draai naar rechts. Met de oriëntatie van mijn camera die wordt aangepast, de positie, de plaats van mijn camera blijft ongewijzigd. Dus met dit kruisje verplaats ik de camera. Met dit kruisje draai ik de camera. Het laatste, dit kronkeltje hier, is om de camera naar voren te laten bewegen of naar achter. Daarmee ga je de camera naar beneden laten kijken of ga je de camera juist naar boven laten kijken. Ja? Die drie controles gebruik je dus om je camera te gaan plaatsen, te gaan positioneren, maar ook in je wereld te gaan rondkijken. En ik kan u verzekeren, in het begin is het nogal eigenaardig om daarmee te werken, maar hoe meer je daarmee bezig bent, hoe makkelijker en hoe natuurlijker het zal aanvoelen om dat via deze drie controles te doen. Ben je klaar? Wil je terugkeren naar je programmeeromgeving? Dan klik je hier op de knop Done. Je keert terug naar je programmeervenster, naar je de verkleinde versie en naar de mogelijkheid om te programmeren. Laten we deze wereld opslaan. Dat doen we via menu File, Save World As. Geven we een naam in. We kiezen ook een plaats op onze harde schijf. In dit geval laat ik die mooi in mijn documenten staan. Ik noem die cursusvoorbeeld 1. Dat is een A2W-bestand. Ik klik op opslaan en mijn wereld is opgeslagen.